Mijn dochtertje is vandaag getrouwd. En het vieren we. Ze is pas 21. Ja, ze trouwen vroeg tegenwoordig. Kijk, hier heb ik nog een fotootje van mijn dochtertje. Dat is anderhalf jaar terug. Oorspronkelijk zat er op de foto aan mijn dochter nog een knul vast. Maar die heb ik er vanaf geknipt. Want het was een bevlieging van zeer tijdelijke aard. En waarom zou je dan nog met zo'n snotneus op je borst blijven rondlopen, nietwaar? Dat heeft geen betekenis. Dus ik nam een schaar en knip, dat ging Pim. Verdomd, hij heette Pim. Als een meid getrouwd is, dan houdt zo'n meid ineens op met kind te wezen. En dan is zo'n meid ineens een mens geworden. En als je als vader zijn, dus zonder te veel narigheid, je dochtertje hebt opgekweekt tot mens, dan mag je als vader zijn er wel even op die mijlpaal plaatsnemen. Een zucht van verlichting slaken. En een saffie opsteken. Want wat is een kind? Ik zeg altijd een kind. Je staat er borg voor. Als het kind iets overkomt, is het jouw schuld. Altijd. Want als opvoeder faal je. Trouwens, wat is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in het duister test. Mijn vader, hij rustte in vrede. Maar mijn vader was een man met een paar harde handen. Die legde heus niet zijn oor op je zieltje te luisteren. Een hengst voor je kop kon je krijgen. En zo ben ik dan opgegroeid tot iemand met vrije levensprincipes. Multatuli heb al gezegd, kind, als ik erop voor sta dat ik je vader ben, spuw mij dan in mijn gelaat. En daar had Multatuli gelijk in. Toen het puntje bij paaltje kwam, heeft Multatuli zijn eigen zoontje aardig verprutst. Maar ja, op papier wist hij het wijs te zeggen en dan gaat het maar om met dat soort lui, nietwaar? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn dochtertje vrij opgevoed. Ik heb mijn dochtertje niet opgevoed als een boeman, maar als een vriend. Als een gelijke. En dan moet ik jullie toch eens wat zeggen over die moderne opvoeding. Ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. En zo'n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. In het begin is dat nog geen doodwond, maar ja, zo'n meid groeit op en dan komen de jongens. De natuur moet zo'n loop hebben, dat ken ik billiger. Ik weet het nog goed, ze was 14, toen komt ze thuis met een knul van 18. Oh, ik zag het zo. Een gluiperd van het zuiverste water. Ene Harry, ik droom nog wel eens van hem als ik zwaar getafeld heb. Maar ja, wat doe je in de moderne opvoeding? Je zegt niet tegen je eigen dochtertje, meid, ga uit mijn ogen met dat stuk verdriet. Maar je haalt de kwal binnen of het Sinterklaas is. Oh, die Harry, hij was er altijd. En hij moest ook altijd mee eten. En dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijerig. Hij kon alles zo mooi aangeven. Het zout en de zuur en de aardappels. Oh. Ik dacht, als dat mijn schoonzoon moet worden, dan verhang ik me op een mooie zondagmorgen in het Amsterdamse bos. Maar ja, in het begin heb je nog enig invloed, want dan gaat zo'n meid aan je vragen, pa, hoe vind je Harry? En ik, heel link, ik begon hem te prijzen. Ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo gedienstig was en dat hij alles zo lekker kon aangeven. En zo zaagde ik indirect de poten onder zijn stoel vandaan. Binnen een maand had ik hem plat. Dag Harry. Maar ja, Harry gaat, Piet komt. Piet gaat, Kees komt. Kees gaat, Nicky komt. En allemaal mee eten. Nou, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ja, je denkt ook bij je eigen rekken en erbij blijven.
Als ze vandaag of morgen getrouwd is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nou, en dat heb ik dan vandaag bereikt. Die knul waarmee ze vanmorgen naar het stadhuis gegaan is, het is geen kwaaie jongen hoor. Beetje een suffer. Hij helpt bij het afwassen.